Ik mag 24 uur maar één kleur aanraken. Alles om je heen heeft een bepaalde kleur. Maar wat als je maar één kleur mag aanraken? Gaat het mij lukken om dit 24 uur vol te houden? En zo niet, dan stopt deze video. Oh nee. Oh, het deed heel veel pijn. Voordat we beginnen moeten we natuurlijk een kleur gaan kiezen. En zoals jullie weten heb ik heel veel met de kleur rood. Zo is heel mijn kanaal rood. Mijn auto is rood. En zelfs de puist tussen mijn wenkbrauwen deze week is rood. Ja, ik dacht ik maak de grap zelf wel. Dus de kleur die ik kies voor de komende 24 uur is rood. Dit wordt mijn fantastische rode outfit voor vandaag. Misschien herkennen jullie deze outfit. Maar voordat we deze aan gaan trekken zou ik zeggen, doe eventjes een duimpje omhoog als je heel erg veel zin hebt in deze video. Als we de 20.000 duimpjes halen, dan bouw ik weer een geheime kamer in maar één kleur. En laat even weten hier beneden welke kleur dat moet zijn. Dan gaan we nu omkleden. Oh jongens, wat doe ik mezelf aan? Ik weet nu al dat dit een hele ongemakkelijke 24 uur gaat worden. Ik moet nu met deze rode kussens slopen de trap af zien te komen, want daar liggen mijn schoenen en sokken. Ik zou zeggen, als deze rit dicht is, dan begint de 24 uur. Oh help. Waarom is deze grond niet rood? Oh. Oké. Het ging net goed. Oh, ik moet de camera natuurlijk ook meenemen. Dat is het enige ding wat ik wel mag aanraken wat niet rood is. Want anders hebben jullie geen video. Waarom moet deze trap ook weer wit en zwart zijn? Oké, dan gaan we de volgende tree. Oeh. Ja. Dit gaat echt steeds beter, jongens. Ik krijg een soort van handigheid erin. Zo dom dat ik nu pas door heb dat ik eigenlijk gewoon een trapleuning vast kan houden. Oh nee jongens, kijk wie hier is. Hey Bekko! Kijk, je weet dat ik heel veel van je hou, maar je mag me even niet aanraken, want je bent niet rood. Ja, sorry. Nu even niet. Blijf. Oké, laten we het heel snel pakken. Ja, oké. Goed zo, blijf maar daar. En de andere sok. En nu kan ik dan eindelijk gewoon normaal op een trap lopen. Zo. Oké, goed. We zijn... Ga maar lekker eten en uit het raam kijken. Goed zo. Laten we even de lamp aanzetten. Ja, gelukt. Nu wordt het een stukje lastiger, want ik wil heel graag nog gaan ontbijten. Alleen ja, weet je, ik mag dus niks aanraken wat niet rood is. Dus ik hoop dat we wat rode verpakkingen hebben. Zo, ik zie niet zo heel veel rood. Ja, de deksel van deze uitjes zijn rood, maar dat is niet echt een ontbijt. Misschien hebben we nog iets in de koelkast. Wat een ontbijt, jongens. Ik heb hier, even kijken, een rode paprika. Laten we nu even een soort van zitplek creëren hier. Oh, ja. Oké, ik zit. Oh, blijf maar komen, blijf. Nou jongens, eet smakelijk. Kom eens hier. Nee, je mag me niet aanraken. Nee, niet doen, dan stopt de video. Maar ik heb wel je, ik heb wel je hulp nodig, want ik heb heel weinig eten in huis en ik wilde vragen of jij met mij boodschappen wil gaan doen, omdat ik bang ben dat ik het karretje niet kan aanraken. Oh, wat een first world problem. Ja, dus wil je met mij mee? Is goed. Sokken naar buiten gaan lijkt me niet heel erg handig, dus laten we eerst mijn rode schoenen aandoen. Nou, precies mijn maat. Jouw auto is alleen niet helemaal in mijn kleur. Nee, hij is alles behalve rood. Maar gelukkig is het mooi weer en heb ik hier een nieuw vervoersmiddel, want ik heb hier een rood skateboard. Oh jee, als dit maar goed gaat. Dit kan jij niet. Waarschijnlijk eindigen we deze video in het ziekenhuis. Nou, gaat prima. Nou, daar gaat ie hoor. Lukt het? Oh! Oh nee! Gaat het? Ben ik nu dan af? Nee, het zijn vrij rode tegels, kijk maar. Ja? Ja. Ja, up, doorgaan. Dus deze zien we door de vingers. Ja. Ja, ik ga door. Oh, voordat we verder gaan, even iets anders. Want deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Mobile Fox. En ze vieren hun 6e verjaardag. Nu moet er een knal komen! Ja, oh, kleur ontwijken. Jongens, waarom heb ik er niet eerder aan gedacht om deze rode handschoenen aan te doen? Hij is hier wel gescheurd, dus laten we voorzichtig zijn. Mobile Fox heeft niet alleen hele toffe hoesjes, maar ze zijn ook nog eens heel stevig. Dus als je ze laat vallen, dan gaat hij niet kapot. Oh, ik vond het heel eng. Hij is nog helemaal heel. Geen schade. Nou, dit was spannend, maar zometeen ga ik het van een veel hogere hoogte laten vallen. Ik heb hier een paar van mijn favoriete hoesjes, maar wat je ook kan doen is een eigen hoesje ontwerpen, zoals deze. Dit is namelijk ons boek. Omdat Mobile Fox hun 6e verjaardag vieren, krijg je op alles 50% korting. Maar speciaal voor jullie heb ik deze kortingscode, Thomas Birthday, en dan krijg je bovenop alles nog eens 10% korting. Laten we dan nu met mijn zelf ontworpen hoesje een hele heftige dwoptest gaan doen. Ik ben nu al zenuwachtig. We zijn op de locatie. We gaan
Arie de 5 meter droptest doen. Check even hoe hoog 5 meter is. Ik vind dit zo super eng. Ik hoop maar dat dit goed gaat. Maar blijkbaar zou het dus moeten kunnen. Daar gaan we. In 3, 2, 1... Oké, hier ligt hij, jongens. Ik ga hem pakken. Oh, ja hoor. Hij is nog helemaal heel... Ik wil Mobile Fox bedanken voor het mede mogelijk maken van deze video. Wil je gebruik maken van de kortingscode? Ga dan even naar het linkje in mijn beschrijving. Dan ga ik nu weer verder met skateboarden. Nou jongens, ik ben er hoor bij de supermarkt. Rutger was er wel iets eerder dan ik. Laten we dan nu op zoek gaan naar wat eten wat ik wel vast kan houden. Wil jij voor mij het mandje vasthouden? Oh, ja, ja. Raak me niet aan. Als die borden maar niet dichtknallen ineens, want dan ben ik af. Papers. Oh, ja. Deze kunnen we meenemen. Die is helemaal rood. Oh, ja. Oké. Dit is doorzichtig en de inhoud is rood. Dus ik vind dat dat wel mag. Zo. Dit is best wel rood, toch? Als ik het maar op het rode gedeelte vastpak. Die nemen we mee. Alsof het heel vies is. Heel dom, want ik bedenk me nu pas dat ik de inhoud van die verpakking van net niet kan eten, want dat is bruin. Maar volgens mij is hier de aardbeienromige kwark wel rood. Dus laten we die meenemen. Dankjewel, doe jij maar even open het. En dan nemen we deze mee. Frambozen natuurlijk. En watermeloen. Dit wordt een hele gezonde dag, want ik neem deze grote tomaten ook gewoon mee. Hartstikke rood. Ondertussen ben ik weer met mijn skateboard helemaal naar huis gegaan. En onderweg dacht ik ineens, Thomas, wat ben je dom, want we hebben gewoon een rood deken hier liggen. Als ik deze gewoon de stoel voor Rutgers auto leg, dan kan ik gewoon meerijden. En dat is ook precies wat ik nu ga doen, want ik ga heel gezellig samen met Rutger en Paco wandelen in de zandverstuiving. En daarvoor heb ik natuurlijk een rode riem geregeld. Oké, laten we heel voorzichtig zijn. Ik moet hier ergens het deken neerleggen. Ja, zo. Dit ziet er op zich veilig uit, maar Paco moet mij niet aanraken. Niks aanraken. Ja, dit gaat best goed. Dit gaat best goed. Ja, oké. Ik ben nog nooit zo bang geweest van het interieur van een auto en van een hond en van jou. Laten we snel vertrekken. Of zullen we er gewoon losmaken? Ja, dat is makkelijker. Ja, maar dan moet jij het even doen. Oké. Ja, daar gaat het voor. Oh. Heel schattig, ze heeft al gelijk vrienden gemaakt hier. Ja, oh, afstand houden jongens, zo. Oh. Nee, niet naar mij toe komen, niet naar mij toe komen. Eigenlijk is dit het meest relaxte onderdeel van deze challenge, want ik kan gewoon even normaal lopen. Ik hoef geen kussentjes op de grond te leggen, want ik heb mijn schoenen aan die rood zijn, dus gaat dat nu toe goed. Het enige waarvoor ik op moet letten is deze witte lieve hond. Maar eigenlijk moet ik ook voor jou opletten. Ja, ik zou zeker opletten. Als jij wil, kun jij deze challenge in één keer beëindigen. Nee, dat is niet leuk. Oh, daar komt ze weer. Ja. Ik vond het een geslaagde wandeling. Ik heb nog steeds niks anders aangeraakt dan alleen maar rood. Dus laten we naar huis gaan om een rode lunch te fixen. Ik heb hier mijn tafel en mijn stoel. Dan heb ik hier een rood bord, een rode vork en een rood mes. Alleen zijn ze niet in het geheel rood, dus ik moet wel voorzichtig zijn. Het lijkt een bal natuurlijk. Oh, het lijkt op... Nee. Dit wordt nog eens moeilijk, jongens. Want we hebben hier natuurlijk de vork. Alleen die is alleen aan de zijkanten rood. Dus laten we het proberen zo te doen. En dan zonder de vork aan te raken dit eraf te halen. Pas op voor Paco. Maak. Afstand. Wil jij misschien de dopper afhalen? Geef maar. Terwijl ik nog even geniet van mijn lunch, wil ik even het volgende tegen jullie zeggen. Ik vind het heel jammer dat nog steeds meer dan de helft van de mensen die me kijken nog niet geabonneerd is. Dus ik zou zeggen, druk eventjes op die abonneerbutton, want anders krijg je ook geen melding. Ik geef je 5 seconden. 1, 2, 3, 4, 5. Als het goed is, is het nu gelukt. Er staat iemand voor de deur. Het is Sarah. Alleen ik kan de deur niet open doen. Dus Rutger is onderweg. Ja. Ze weet niet hoe ik eruit zie op dit moment. We gaan iets heel leuks doen. Ja. Oh my god. Vind je het mooie rood? Het is een soort maandelijkse periode. Sarah en ik hebben afgesproken om samen te gaan bowlen. Alleen het is heel lastig als je maar één kleur mag aanraken. Dus sorry dat ik je weer voor schut zet. Maakt niet uit, ik ben het gewend. Met mij bedoel ik dan. Laten we vertrekken. Oh, ik mag trouwens ook mijn stuur niet aanraken. Dus jij mag rijden in mijn auto. Oh mijn god. Okay. Dat heeft ze nog nooit gedaan, dus daar gaan we. Weet jij hoe die deurklink open gaat? Ja, zeker. Oké, dat is al stap 1. Eén vraag nog, wil je even de deurklink rechts open doen voor mij? Want anders kan ik niet in de auto. Hoe doe ik dat? Gewoon op het knopje. Ja, gewoon. Dat knopje op de deur. Ja. Wil jij even de deur voor mij open doen, alsjeblieft? Jij mag het toch aanraken? Hygiëne, hè? Bedankt. Ja, zo. Lijkt eerder alsof we in een soort horrorhuis zitten hier.
Tijd voor een moeilijk gedeelte. We moeten bowlingschoenen gaan uitkiezen. Maar ik zie niet echt iets volledig roods erbij staan. Laten we even gaan kijken. Dit noemen ze de Bassie en Adriaan collectie. Ik heb wel echt een probleem, jongens. Ik denk dat ik moet gaan bowlen op sokken. Want het is allemaal niet echt super rood. We hebben onze bowlingbaan. Sarah is even alles aan het instellen. En ik ben zo blij dat ik zo'n groot pak aan heb. Want daardoor kan ik wel gewoon normaal zitten. Wauw, wat een fantastische naam weer. Heel toepasselijk. Ja, nou jongens, daar gaan we. Kijken of ik dit een beetje kan. Alleen er zijn geen bowlingballen hier. Maar gelukkig hebben we hier rode bowlingballen. Top, ik ben hier heel blij mee. Daar gaan we. Nou, niet slecht. Er staan nog maar twee. Nou, wij spelen alleen vandaag met rode ballen. Daar gaan we weer. Beetje jammer. Bowlen gaat dus niet super goed af. En ik zie daarachter zo'n hulpding staan voor kinderen. En ik zie ook nog dat het een rode is. Dus laat ik hem even erbij gaan pakken. Beter zonder doen. Het is tijd voor de eindstand. Denk je dat er heeft gewonnen? Sarah of Thomas? Het antwoord komt nu. Thomas 90 punten en Sarah 37. Maar ik trakteer wel. Ik doe wel een rondje. Oh, dat is fijn. Heel goed gedaan alsnog. We zijn weer terug van het bowlen en ik heb echt een enorme trek gekregen. En kijk eens wie heel lief voor mij gekookt heeft. Ja, alleen het is niet helemaal rood. Nee, en ik zag hier al een bordje voor mij klaarstaan. Nou ja, ze zeggen altijd het is niet veel, maar uit een goed hart. Ligt jij nou in de verrassing van Thomas? Toen ik hoorde dat Thomas deze challenge ging opnemen, dacht ik, weet je wat? Ik ga een verrassing voor hem bestellen. En die verrassing, die zie je hier. Deze geweldige boot. Alleen op het plaatje leek die echt heel erg rood. En nu ik hem in het echt zie, vind ik hem eigenlijk meer een beetje oranjeachtig. Ik hoor hier van alles. Ja. Wat is dit? Nou, dit is jouw verrassing van ons. Dit is hartstikke oranje, dus ik kan hier niks mee. Jammer. Tenzij we dit kleed nog even gebruiken. Als ik dat nou erin leg... Goed zo. Kijk, zo. Ja, maar serieus, wil je dat ik hiermee het water op? Ja, leuk. Daar heb ik echt geen zin in. Kom maar mee. Het water ligt vol met groene drap, dus wees voorzichtig. Laten we de boot eerst even veilig maken. Ik ga erin zitten. Succes. Oh, hij gaat al. Oh nee, dat vind ik... Maar ik heb geen touw of zo. En geen paddles. Dit is niet een leuke rondvaart op een zomerdag, Rut. Dit is gewoon vieze, gore kikkendril allemaal. Nee, het is toch geweldig dit. Oh nee, ik raakte hem aan. Dit is zo erg, haal me eruit. Help. Dit is zo goor. Jongens, dit was zo enorm vies. Ik ruik helemaal naar sloot. Ik ga heel snel de douche in. Ik heb deze challenge langer volgehouden dan ik eigenlijk had verwacht. Geen 24 uur, maar ik hoop dat jullie mij toch een duimpje geven voor de moeite. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Ik ga douchen. Hou doei.